Dit is Studio Brussel. Live op de Watersportdag. Het is ondertussen de zevende maal dat wij het opnieuw organiseren. En het is telkens elke jaar meer en meer een succes van de deelname van de clubs. En nu met dit prachtig weer, met de deelnemers zelf ook. Hè. De bedoeling is van mensen die niet watersport beoefenen, eigenlijk te laten proeven op een gratis manier van watersport. En als ze er echt van geproefd hebben, dan ze dan eventueel naar een van de clubs gaan, een van de vele clubs in Vlaanderen, om dan zich lid te maken van die watersportclub. Cool, hè? Ja, heel cool. En was dat de eerste keer dat je dat deed? Ja, en ik hoop niet de laatste keer. Voor is er een watersportdag, hè? Ja, dat is leuk. Wat staat nog op het programma? Wat ga je nog doen vandaag? Een tocht doen met de kajak. En ja, dat is het zeker, denk ik. En straks nog eens jumpen? Tuurlijk. Welke tips heb je gekregen? Als je instapt, dat je gewicht op je armen moet houden en niet op je voeten, anders dan kantelt je om. En wanneer je kanoot, dat je niet naar het begin van je kano mag kijken en ook niet naar je peddel, want dan gaat je ook omkantelen. Heb je zoiets van, dit wil ik nog eens doen? Ja, zeker. Als het nog goed weer wordt, dan denk ik dat ik in de zomer nog wel eens kom, als ze dat zo doen. Je hebt het al veel gedaan, denk ik, hè? Nee, dat is de eerste keer. De eerste keer? En het gaat al zo goed? Ja, ik kan al sturen. En als je naar daar wilt, dan moet je zo doen. We zijn met ons gevijvend naar hier gekomen om te genieten van de watersportdag. Hè. Heb je de kinderen moeten motiveren? Nee, niet echt. Nee, ze doen het graag. Ze doen dat al verschillende jaren. Elk jaar zijn we toch paraat. Ja, ja. Kan tellen als familieuitstap. Ja, inderdaad. We hebben alles mee om een leuke dag van te maken met de ganse gezin. En dan uw rechterhoek proberen vormen. Rechterhoek en dan wijzen naar de voorkant van uw plank. Twee handen op de giek. Prachtige start. Ideaal. Je bent net gered uit een auto. Ja. Was het heel akelig? Op het einde wel. Nee, ik ben helemaal hondenwasser wel, ja. En had je goede tips gekregen? Ja. Wat moest je doen? Eerst mijn hoofd uit het raam en dan op de deur gaan zitten en mijn voeten op de stoel. En dan zo op het dak gaan. De volgende keer kan je aan je mama vragen, rijd ook eens in het water. Ja, dat kan. Maar dat ga ik niet doen. Ik schat dat we toch vandaag rond de 3000 en morgen iets van een 2500, 3000 proeven van de watersportdag.
En een nat pak eraan overhouden. En een nat pak eraan overhouden, maar dat maakt het nog eens zo plezant natuurlijk. Hè, want erachter wordt het opgedroogd. En met deze zon, misschien met een barbecue of een beachvolley, het is alleen maar plezant.